Holland Tourist Television Experience. Deze keer niet vanuit Holland Experience op het Waterlooplein, maar we gingen naar de RAI, want er was een beurs en die ging over de opening van het congresseizoen. Eigenlijk een conferentie over congressen dus. Op naar de RAI. Er waren natuurlijk toespraken, maar ook een optreden van Boom Chicago, daar komen we straks op terug. Het ging eigenlijk voornamelijk natuurlijk om de contacten. Hier kwamen de mensen die faciliteiten bieden voor congressen, dus hotels, maar ook feestzalen. Zelfs de mensen van Amsterdam Admirals waren er. Nou, al dat soort aanbieders waren daar om hun potentiële klanten te laten zien wat ze konden. Dat wil zeggen, alle hotels waren er, de cateraars, de tolken. Je kon het zo gek niet bedenken. Bedrijven die folders drukken, tasjes maken, organisatiebureaus. De RAI was, tenminste het RAI-congresgedeelte, stond vol met kraampjes met aanbieders van diensten. Amsterdam Congresstad. Ja, dat zou natuurlijk allemaal graag willen. En vooral de bedrijven die in die branche actief zijn. Meer congressen in Amsterdam betekent meer mensen. Meneer Grandia, u bent van het Amsterdams Congresbureau. En wat doet dat op deze officiële opening van het congresjaar? Nou, ik ben niet echt van het Amsterdam Congresbureau. Ik ben toevallig een bestuurslid en ben zelf directeur van de LOROP in Amsterdam. Amsterdam Congresbureau organiseert of probeert een congres in Amsterdam te halen. En vandaag is de opening van het congresjaar. Dat is een feestelijke bijeenkomst waar alle, laten we zeggen, aanbieders die in congressen iets te doen hebben. Van bussen, van... Van rondvaartboten tot de porseleinen fles, tot alle venues, heet het geloof ik in het Amerikaans. Alle hotels, alle congressen, mensen komen hier hun gezicht laten zien. Dat klopt. En die laten allemaal zien van wat producten ze hebben, wat ze aan kunnen bieden en wat voor mogelijkheden ze hebben. En ook kijken of ze hier al wat kunnen boeken voor dit of voor de komende jaar. Er zijn dus ook klanten hier, zeg maar congresorganisatoren. Precies, zowel die hier het aanbieden of die ook congressen uit het buitenland halen. Dus vandaag is het een markt waarbij iedereen dus wat aan te bieden heeft en te laten zien wat hij kan. Beetje raar vraag hoor, maar we krijgen aan het eind van het jaar millennium. Gaat dat een ramp of een blessing betekenen voor de hotelbusiness, voor de congreswereld? Nou, ik denk niet dat het erg is. Ja, ik heb het idee dat het wat erger gemaakt wordt dan het is. Ik denk dat wij wat meer afhankelijk zijn bijvoorbeeld van het GVB of van de vervoerders. Dat als dat allemaal werkt, wij onze kleine bedrijfjes meestal wel in orde hebben om millennium in ieder geval problemen op te vangen. Maar u als hotel ziet niet aankomen dat er bijvoorbeeld eind december toch wat minder mensen uit Amerika zouden komen bijvoorbeeld? Nou, ik denk er wordt een beetje angst gecreëerd waar ik toch wat bezwaar tegen heb. Omdat over het vliegen bijvoorbeeld, ik denk niet dat er een motor zal uitvallen of zal stoppen met draaien. Misschien dat er in de navigatie af en toe eens wat zou kunnen gebeuren. Maar ik geloof niet dat het zo ernstig is waardoor je, laten we zeggen, op verkeerde plaats zou landen en niet in Amsterdam terecht zou kunnen komen. Dus die angst die ervoor bestaat, denk ik dat het hier en daar misschien wat overdreven is. Alhoewel, iedereen moet er wel voor zorgen dat zijn computer en al zijn technische zaken op orde zijn. Ik denk dat we daar voor de meeste van ons nog wel de tijd voor hebben om dat in orde te brengen. Oké. Het jaar 1999 klinkt een beetje als een overgangsjaar, want in dit jaar 2000 hebben we Sail Amsterdam en allerlei grote evenementen. Voelt u dat ook zo, dat we als het ware ons klaarmaken voor de volgende eeuw? Nou, voor dit jaar moet eigenlijk meestal geboekt zijn. En als je nu nog achter conventies en congressen aan moet, is het een beetje laat. 2000 ziet er goed uit, want wat u al zei met Sail, maar ook, laten we zeggen, grote congressen die in diezelfde maand plaatsvinden, wat zelfs wat problemen geeft met het accommoderen van al die mensen, ziet 2000 er goed uit. De zorgen bestaan natuurlijk als je naar 2001, 2002 gaat kijken van op dit moment nog niet, laten we zeggen, zoveel boeking als je zou willen. En daar is natuurlijk nu de aandacht op gefocust, op die jaren nu wat voller te krijgen. Verschuift Amsterdam in, zeg maar, de rangorde van populaire congressteden in de loop der tijd een beetje? Ja, we worden steeds populairder. En net op met de opening van het congresjaar kunnen we horen dat sommige congresorganisaties onszelf nummer 1 hebben uitgeroepen in Chicago dit jaar van Europa. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder als congresplaats nummer 1 te zijn. En dat is een plaats die je ook alleen maar weer kan verliezen, hoor. Dus dat is een grote zorg. Dat is net als met luchtlijnen. Die hebben dan ook, die zijn dan nummer 1 in service of wat dan ook. En dan moeten ze erg hun best doen. Dat was zelfs, geloof ik, nummer 1 Hertz. Het autovuurbedrijf die altijd nummer 1 wilde zijn, zijn ze geloof ik nog. We gaan eens rondkijken wat de aanbieders op de congresmarkt hier op deze opening van het congresjaar te bieden hebben. Dank u wel. Alsjeblieft, graag gedaan.
congressen met buitenlanders. Ja, dan heb je vaak ook tolken nodig. Dit is het. De Tolkencentrale in Amsterdam. Jullie leveren... Alphen aan de Rijn. Uit Alphen aan de Rijn. Alphen aan de Rijn, ja. Maar jullie leveren, neem ik aan, ook in Amsterdam tolken. Wij leveren heel West-Europa tolken. We hebben een bestand van zo'n 260 tolken. Ze beheersen bij elkaar 25 talen. Dat varieert van de gangbare West-Europese talen tot Arabisch, Etlands, Letlands, Roemeens, Armeens. Is er een verschuiving aan de gang in tolken? U noemt Estlands en Letlands. Ik geloof dat een jaar of 10 geleden dat nog nauwelijks in de markt lag. Nee, dat klopt ook. Er zijn twee verschuivingen. In de eerste plaats wat meer naar de voormalige Oostbloklanden. Dat is voor wat betreft de talen. Er is ook in de branche zelf een verschuiving. De wat wetenschappelijke congressen die zijn meer Engelstalig gericht. En de bedrijfsmatige congressen die worden meer multilinguistisch, zoals het dan net woord heet. De economie gaat heel goed. Dat betekent dat de bedrijven er eerder wat voor over hebben om een meertalig congres te houden. Om daar dan ook weer tolken voor uit te nodigen. En om zo hun internationaal managementteam bij elkaar te roepen en toch multilinguistisch met elkaar te kunnen vergaderen. Levert u ook daar, we zitten hier even te kijken naar de technologie die je daarvoor nodig hebt. Want dan heb je natuurlijk weer zo'n hokje nodig waar die mensen dat vertalen. En dan krijg je zo'n multitaal unit op je hoofd. Nou inderdaad, dit is een infrarode ontvanger. Die heeft, iedere congresganger heeft dat bij zich. Het zijn makkelijke dingen, die kan je zo makkelijk aan je jas klippen. En vervolgens je koptelefoon op. En je kan door de hele zaal lopen en toch meeluisteren. Hier kies je... Ik zie dat altijd bij het Europees Parlement. Dat doen ze trouwens in 10 talen. Dat is, ja, dat klopt. Ja, ja. Je kan dus hier... En terwijl de ene groep lacht vanwege de mop, zie je de ander nog even wachten tot die vertaald is. Ja, nou precies. Daar raakt u trouwens gelijk het T-punt aan. Een goede spreker die probeert toch de moppen zoveel mogelijk te vermijden. Want niet iedere mop is te vertalen. Maar dat is weer even een bijkomstigheid. Even over uw business. De Azië-crisis waar veel over gesproken wordt. Ja. We hebben geloof ik nu de Brazilië-crisis. Maar de Azië-crisis heeft het bezoek van mensen uit Japan en Korea een beetje teruggedrukt. Heeft u dat gemerkt in uw business? In de bedrijfsmatige congressen merk ik dat niet, nee. Nee, wij zijn hoofdzakelijk bedrijfsmatig bezig. En ik kan niet zeggen dat ik die Azië-crisis niet van merk. Is de euro en de Europese samengaan een boom voor uw business? Een boom niet, het is mede een ontwikkeling. Maar dat is al een tijd gaande. Ook daar wordt veel ook wel Engelstalig gesproken. Maar een enkele keer als het multilinguistisch is, dan komt dat nu wat meer voor dan voorheen. Allicht, want voorheen bestond het niet. Maar ik kan niet zeggen dat het een boomend business is. Heb je ook Friese tolken? Friese tolken, nee. Nee, maar dan vraag ik meneer Wiegel. Okay. Ja. Dank u wel, meneer De Wijn. Ja, je kunt in Amsterdam heel veel doen als congresganger, maar je kunt ook naar Holland Village. Jan ter Voort, jij organiseert dat, waar de Jordaan van weleer herleeft. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij zijn het enige theaterrestaurant in Amsterdam die nog echt de oude Jordaan laten herleven. En de echte Amsterdammers weten wat dat betekent. Dat is zang, dans, lachen, humor. Het is één grote gezellige feestavond. Met een uitstekend diner daar tussendoor. Nou, als je nou uit Rotterdam komt, dan kun je dat misschien wel waarderen. Maar Japanners, kijken die daar niet vreemd van op? Ja, want we hebben ook een gedeelte van in de show. We hebben veel Japanners. We hebben een gedeelte in de show waar echt aan de toeristen wordt gedacht. We hebben een ouderwets draaiorgel waar een wedstrijdje op georganiseerd wordt. We hebben een hele gekke klompendans erin. Waar mensen uit het publiek gehaald worden om daaraan mee te doen. Het is altijd, de Japanners nemen ontzettend veel foto's. Of het nou Japanners zijn of Italianen, ze vinden het allemaal prachtig. Nou zit u niet in de Jordaan, hè? U zit in het Antropodok. Dat is eigenlijk wel een mooie plek voor zoiets. Hè? Dus... Zeker weten. Ik ben een echte Jordanees. Onze mooie muzikant. Ik ben een echte Jordanees. Maar er wonen geen Jordanezen meer in de Jordaan. Dus er wonen alleen maar mensen die van buiten de stad komen. Dus daarom hoef je met zo'n theaterrestaurant ook niet meer in de Jordaan gevestigd te zijn. En wij zitten op een prachtige plek tussen Artus en het Scheepvaartmuseum in. En je kan bij ons nog parkeren enzovoort. Ja, ja, want Artus heeft daar een groot parkeerterrein aangelegd. Ja, dat is handig. Daar mogen we niet gebruik van maken. Maar flauw. We hebben daar bij ons aan de kant hebben we voldoende parkeergelegenheid.
Dus dat is voor heel veel mensen is het ideaal. Het is ook voor bussen, want daar hoor je nog alles over klaar. Bussen hebben ook allemaal parkeergelegenheid voor. Dus dat is absoluut geen probleem. Omdat we veel buitenlandse groepen hebben. Bent u te spreken over de samenwerking met de gemeente? Nou ja, ik heb weinig met de gemeente te maken. De vergunningen die ik moest hebben, die heb ik allemaal gekregen. En ik heb weinig last met buren. En wij zitten daar zo, op zo'n manier dat we weinig mensen overlast bezorgen. Bij ons stopt het ook om 12 uur. Maar de mensen hebben dan een avond gehad van 7:30 tot 12 uur met een uitstekend diner. Een ontzettend leuke show. En aan het eind van de avond hebben we ook nog een hele gezellige disco. Dus ze kunnen ook nog een dansje maken. En dat zit allemaal in die avond gezellig uit bij ons. Ik denk dat er maar in Amsterdam zou ik geen één zaak weten die dit op dit moment brengt. Daar komt ook nog bij dat we decors hebben. Dat kunt u op de foto's zien. We hebben decors laten maken in onze zaak. Waar de Magere Brug bijvoorbeeld met meer dan 1000 lampjes erin is een decor. Allemaal geveltjes, oude Amsterdamse grachtengeveltjes hebben we als decor. Het is echt uniek wat we hebben. Hoeveel mensen kunnen erin? 200 tot 225 man. Hoeveel mensen, want u heeft allemaal mensen die doen echte Jordaanse shows. Ja. Hoeveel mensen heeft u in dienst? Op een drukke avond hebben we 20 man in dienst. Met keuken, bediening, show. Dus alles bij elkaar hebben we 20 man aan het werk. Hollands eten, is dat bij u favoriet of vragen mensen toch maar gewone biefstukjes? Nee, wij hebben dus het gewone normale met een uitstekend voorgerecht, Hollands dus. En een kalfsbiefstuk als hoofdgerecht, zou ik maar zeggen. Een uitstekend luxe ijsdessert. Koffie na en alles, halve fles wijn erbij, noem maar op. De mensen zijn compleet verzorgd. Oké. Okay. Hey. Holland Village. Ja. Op het Antropoot nog? Niet. Dank u wel. Praat maar. Ja, nou in Amsterdam kun je dus... Als je gasten hebt, hele leuke dingen organiseren. We waren net bij een van de concurrenten, Holland Village. Dit is Party Company. Die doen het wat meer op de scheepvaarttour. Jij bent de kapitein. Ik ben de kapitein, dat klopt helemaal. Welkom aan boord. En jij zorgt dat de mensen hier sprotjes, hoe heet die dingen? Ja, dit zijn heerlijke sprotten. Dus we zitten ver over ons quoten. Maar goed, we zitten in de 17e eeuw, het kan allemaal. Het kan allemaal. Zo. Jullie bieden de klanten een hele show, een avond met eten, drinken, maar ook... Scheepstucht. Het zijn theatershows met eten en drinken en absoluut orde en tucht aan boord van mijn schip. Maar niet alleen het schip. Hè. We hebben het Breugelhuis, Compagnie van Verre met de Eccentric Club en de Eenhoorn, het 17e eeuw schip. En het Lam en Ei met zelfkookprogramma's. Betekent dus niet dat je zelf moet koken, maar dat je zelf moet koken. Dat betekent dat de mensen hun lapje vlees zelf mogen bakken? Precies. Dan komt de koe binnen en dan krijgt een schietmasker op, valt de plekken neer en dan allemaal een mes en gaan. Dus schot voor. Ja, absoluut. Wat voor klanten komen hier bij jullie? Veel Nederlandse klanten of ook uit buitenland? Alles erop en eraan. En wat doe je nou als er de Japanners komen? Dan zetten we de oven niet aan, want je eet alles rauw. Sushi. Ja, heel makkelijk. Maar hoe benader je de mensen? Heb je dan een Japanse entertainer? Nee hoor, wij spreken alles. Wij zijn gewend om in 23 talen te werken. Zeg eens wat in het Japans. In het Japans? Japans. Ja, ik moet even nog een borrel nemen voordat ik in Japans ga praten. Precies. Aan het eind van de avond spreken wij perfect Japans. Moet nou, je een borreltje trouwens? Ik hoef geen borreltje, want... Kijk, dit is heerlijk, de speciaal... graaien even zie ik. Want wat? Graanjenever, wat is hier dan een beetje graan? Nee, dat is springhaanjenever, meneer. Echte oud-Hollandse springhaanjenever. Zo, even kijken. Voilà, hopsakee. Kijk, en dan roept de kapitein 1, 2, 3 in godsnaam en dan gaat hij in één keer naar binnen toe. Wacht even, ik moet even voor de camera hebben. Zo, meneer, daar gaan we van je 1, 2, 3 in godsnaam. Welkom bij de Party Company, tot ziens. Nou, dank u wel. De Party Company, een van die plekken in Amsterdam waar dus congresgangers, want daar gaat het hier vandaag om... S'avonds, vertier, vermaak. Gewoon bezig gehouden worden. Hapje eten. En op een bepaalde manier dus Amsterdam zien. En dan wel een 17e eeuwse scheepsomgeving. De mensen bezighouden kun je op heel veel manieren. Deze juffrouw speelt het vrijheidsbeeld, maar op de website kunnen we zien... Dat kan ook in een soort Surinaamse jurk. Een zingende kerstboom. Kortom, ze hebben een website.
je feestje op te vrolijken, want daar gaat het om bij de feestboekingswinkel. Een congres in Amsterdam, dat kan op het droge, maar dat kan ook op het water. We staan hier bij de Radar Salonboot Kapitein Kok. Mevrouw Ruwan, wat kun je allemaal doen op de salonboot en met de salonboot? Eigenlijk heel veel. Wat je op het land zou kunnen, kan je ook op een boot doen. Maar Amsterdam staat aan het water. Dan moet je natuurlijk een heleboel dingen op het water gaan bedenken. Het is een origineel Nederlands schip, gebouwd in 1911. Dus al 98 jaar of 88 jaar oud. Wat wij doen aan boord is ontvangsten, veel internationale ontvangsten, voor maximaal 400 gasten vanuit onze thuishaven Amsterdam. En dan vaart u er ook mee? Altijd. Als je een schip huurt moet je er ook mee gaan varen en niet voor de wal gaan liggen. Wat we doen is vanuit Amsterdam richting IJmuiden, het Noordzeekanaal over. Maar we kunnen net zo goed even de Oranje sluizen door en op het IJsselmeer varen. En dat doen we 300... Even kijken hoe IJburg gebouwd wordt. Nou, niet even, want dan heb je vrij veel te zien al. Niet op IJburg, maar toch wel het Java-eiland en het KNSM-eiland. Zeeburg ziet er veel leuker uit dan vroeger, vindt u niet? Die nieuwe bebouwing is wel wat. Het is anders. En veel mensen kennen het alleen maar vanaf het land. Als ze met de auto of de fiets langs gaan. Maar vanaf het water ziet het er heel anders uit. Ja. Zeg, een van uw collega's is een paar weken geleden afgebrand. Hè? Daar lag nog een soort Amerikaanse radarboot. Vinden we heel spijtig, want Harry Smit was een erg aardige collega en ja, laten we zeggen, iemand die ook heel veel hart heeft voor de Amsterdamse haven. Wat we wel jammer vinden is dat veel mensen dachten dat wij het waren. Oh. En dat we ook hier op de beurs hoorden van, gelukkig u bent er nog, u bent nog niet gezonken. En dat hopen we ook nog een tijdje zo te houden. Nee, de radarboot vaart nog steeds. Uit het verhaal van... Arie Smit, begreep ik een beetje dat hij zei de bruine vloot is een beetje weg uit Amsterdam. Dat hij dat wel erg jammer vond. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik kan me ook voorstellen dat nu met alle bouwtoestanden rondom de nieuwe passagiersterminal... dat Amsterdam zich even niet van zijn beste kant laat zien. Het is wat rommelig, maar wij blijven goede moed houden. En wij hopen nog heel lang Amsterdam als onze thuishaven te houden. Oké, nou en dus de radarboot kapitein Kok, langzamerhand een vertrouwd gezicht en... Ik ben er al eens een paar keer op geweest met feesten, recepties. En dat zal nog wel eens een keer gebeuren. Heel leuk en heel authentiek. Dankjewel. Hotels in Amsterdam. Er worden nieuwe gebouwd, maar er zijn ook oude hotels. Het Pulitzer is een van die hotels dat... En dat kunt u daar zien. Wat bestaat uit een heleboel grachtenpanden. We gaan praten met Elzo de Groot. Maar het leuke is dat hij ook verantwoordelijk is voor... Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel. En dat is weer zo'n heel nieuw hotel. Hè? Maar even met het allernieuwste hotel te beginnen. Dat ligt eigenlijk nog dichter bij Schiphol dan Hilton. Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel ligt eigenlijk in Schiphol. Dus het gaat met een loopbrug vanuit de aankomsthal en vertrekhal. Kom je zo in het hotel. Dus er zijn twee totaal verschillende hotels inderdaad. Echt het Pulitzer is het 24 grachtenpanden, allemaal met elkaar verbonden. Allemaal trappetjes op en trappetjes naar beneden. En het hotel op Schiphol is echt een hotel wat echt ja, gewoon het normale hotelbeeld heeft, maar dan heel chic gebouwd. 1 jaar open, we hebben net de 1-jarige opening van gehad. Het zijn twee totaal verschillende, maar toch zeer uniek. Betekent dat je ook ander soort gasten krijgt? Ja, de gasten zijn heel anders. Je merkt echt dat in de stad zijn meer de toeristische gasten en ook van de zakenmarkt. Maar de mensen met eigenlijk iets meer tijd. Op Schiphol zijn het de mensen met weinig tijd komen invliegen en gaan eigenlijk heel snel weer weg. Dat is even een congresje zien, hun zakenpartners in het restaurant daar. Die toeristen, is daar een verandering in aan te wijzen? Wordt dat ouder, jonger? Wat gebeurt er? Over het algemeen vrij veel jonger worden toch wel in de toeristen. Amsterdam merk je dat het... Ja, het komt eigenlijk van alle kanten. Ik weet niet zozeer een verandering in de laatste jaren of zo. Ik merk wel dat het steeds jonger wordt. Ik merk in het hotel ook. Vroeger had je toch wel weer, het is het 5-sterrenhotel, het idee van dat zijn er wat oudere mensen die komen naar Amsterdam. Dat wordt steeds minder, vind ik. Komt dat ook omdat zeg maar, het boeken van zo'n hotel als Pulitzer vanuit het buitenland in een package deal niet zo vreselijk duur is als wanneer je hier aan de deur aanklopt?
Ja, ik weet niet of dat er direct mee te maken heeft. Ik denk wel dat het scheelt dat je in het buitenland bij verschillende... Ik denk meer dat het de toegankelijkheid is hoe mensen ook kunnen boeken. Via welke systemen, overal. Het wordt steeds meer... Als ik aan de deur kom en ik heb een gast in Amsterdam, ik zeg nou, boek je in het Pulitzer, dan kost een kamertje me? Rond de 535 gulden. Ja. Maar het zit niet zo dat in een package dat het in één keer een stuk minder wordt. Het is niet... De verschillen zijn niet... Er zitten altijd verschillen in. Er zitten verschillen in de seizoenen natuurlijk. Er zitten verschillen in de soorten kamers. De Pulitzer heeft iets van 6-7 verschillende type kamers. En daar zitten ook de verschillen in als je naar bij het Pulitzer binnenkomt. Dat iemand als eerste idee heeft, oké, de kamer is alleen maar zoveel. Maar... Het viel me op, toevallig zat ik een reisgidsje te lezen vanuit Parijs. En daar zag ik dat je heel goede hotels in Amsterdam, waaronder het Amsterdam Hotel, eigenlijk voor beneden de 300 gulden kon je dan in zo'n package deal een kamer huren. Dan dacht ik, nou, dat lukt mij dus nooit. Nee, ik denk ook dat het... Ik weet niet waar u dat gezien heeft, want het is toch wel een uitzondering. Maar er zitten inderdaad wel verschillen in prijzen. Maar natuurlijk ook in de seizoenen. Ja, als Amsterdam rustiger is, in bepaalde maanden gaan de mensen wat met de prijzen misschien naar beneden. Maar het is over het algemeen. Hebben jullie een druk jaar gehad met de Gay Games en dat soort... In de stad zelf, in het Pulitzer Hotel, veel meer met de Gay Games te maken gehad. Op Schiphol veel meer met de grotere congressen te maken gehad. Ja, jullie zitten hartstikke goed in met ook het Prinsengrachtconcert eigenlijk voor de deur. Dat is oorspronkelijk ontstaan vanuit het Pulitzer. Dus dat is echt het Prinsengrachtconcert. Tegenwoordig is het Grachtenconcert. Dus het valt niet meer helemaal onder het Pulitzer, wat vroeger wel was. Maar dat is inderdaad uniek. Dat is erg leuk altijd. Er komen 15.000 mensen zitten op de gracht. Ja. Wordt er in de hotelbranche rekening gehouden met een terugval van de bezoekers rond de eeuwwisseling vanwege het millennium? Omdat er misschien niet gevlogen gaat worden, dat er dus ook minder gasten naar Amsterdam gaan komen? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, dat verwacht ik absoluut niet. Maar is er al een trend te zien dat er wel goed geboekt is? Of? De trend is dat iedereen denk ik nog een beetje aan het afwachten is wat er precies gaat gebeuren. Maar dat er veel vraag is. Er zijn sowieso voor het aantal bezoekers in Amsterdam zijn er eigenlijk al de komende jaren komen er 3000 kamers of 6000 kamers al bij in Amsterdam. En dat gaat over een aantal jaren. Dus ik verwacht dat het voor het millenniumprobleem absoluut niet het probleem is dat mensen niet kunnen invliegen. Oké, dank u wel. Ja, u ook. De VVV. Nou, in Amsterdam hebben we een VVV, maar we staan hier bij het steentje van VVV Amsteland Haarlem. Dat zijn eigenlijk buitengewesten dus eigenlijk. Inderdaad, dat is het gebied rondom Amsterdam. Waarom staan jullie hier op de opening van het congresjaar eigenlijk klanten te werven? Doen jullie dat in concurrentie met Amsterdam? Nee hoor, dat doen we in samenwerking met Amsterdam. We hebben een gids uitgegeven van het gebied rondom Amsterdam. Haarlem-Schiphol-regio noemen we dat, waarin alle mogelijkheden staan voor een goed congres in de regio. Als je nou de capaciteit vergelijkt van die regio met van Amsterdam, zijn jullie dan groter of kleiner? Of moet ik dat zien? Kleiner, maar ook heel erg mooi. Een heel divers gebied is het. Ja, jullie hebben natuurlijk een aantal dingen zoals de Keukenhof en de Linnaeushof die je in Hartje Amsterdam weer niet kunnen hebben. Nee, dat klopt. En daarom vult deze gids juist zo ontzettend goed het programma-aanbod in Amsterdam aan. Het is, je moet het echt zien in samenhang met elkaar. Als mensen bijvoorbeeld naar Haarlem gaan of naar Amsterdam, raad u ze dan aan om dus toeristen met een bus te gaan? Of zegt u nou, het openbaar vervoer speelt daar tegenwoordig heel aardig in mee? Het openbaar vervoer speelt inderdaad heel aardig mee, ja, dat klopt. Toeristen worden altijd in bussen gestopt, hè? Is dat niet een beetje jammer? Niet altijd, niet altijd. Er zijn natuurlijk ook toeristen die tegenwoordig met ander vervoer komen. Dus trams, treinen en natuurlijk het vliegtuig. Ja. Ja, ze komen met vliegtuigen, maar dan als ze aan groep komen, dan worden ze in een bus gestopt. Dat valt me altijd op. Ik heb wel eens gesuggereerd dat het een leuk idee zou zijn om alle toeristen voor Nederland gewoon een gratis openbaar vervoerkaart te geven voor de tijd dat ze hier zijn. Zou dat helpen? Dat zou inderdaad een goed idee zijn, ja. Ja. En tegenwoordig telt de boot ook mee, hè? Want de toeristen die vanuit Amsterdam bijvoorbeeld naar IJmuiden gaan, die nemen de boot. En dat is een heel mooi alternatief. Een heel snelle boot is daar. Een hele snelle boot, ja. En dat is een heel goed en veelgebruikt alternatief. Ik dacht dat het eigenlijk alleen was voor mensen die bijvoorbeeld in IJmuiden wonen en dan naar hun werk willen. Maar het is dus ook voor de toeristen. Natuurlijk, ja. Het is niet eenrichtingsverkeer. Wat kost die boot? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik zie hem wel eens door het ijs schuiven. Dan denk ik, nou, dat doet me denken aan Rusland, waar ze ook allemaal van die draagvleugelboten hadden. Dat ging allemaal heel snel. 10 jaar geleden was dat opzienbaar. Maar nu hebben we dat in Amsterdam ook. Ze gaan ook nu eentje maken naar, geloof ik, naar Lelystad, hè? Dat is heel goed mogelijk, ja. Ze gaan ook zo'n boot maken. Nou, vervoer over het water, ook leuk.
Een van de attracties tijdens de opening van dat seizoen van de Nederlandse congresorganisaties was de Saya Danscompagnie. Jullie, jij bent? Linda Bakker. Jacqueline Westmaas. En jullie dansen voor Saya. Wat doet Saya? Waarom doet Saya dat? Saya is een jonge, nieuwe dansgroep die optredens verzorgt tijdens congressen. We werken met thema's, dus we kunnen maatwerk leveren. Dat lijkt me een beetje sterk. Als iemand een medisch congres organiseert, is er dan ook een medisch dansje? Ja, inderdaad. Ja, we verzinnen altijd wel iets om het thema tot uiting te brengen. Dus dit wat dat betreft. Jullie hebben daar een speciale, de organisatie wordt gedaan door Esther Apeldoorn en ze is choreograaf. En die bedenkt dan dat soort dingen? Ja, inderdaad. Ja. Noem eens een truc die jullie bedacht hebben voor een congres. We hebben een congres gedaan voor arbeidsomstandigheden. En we hebben verschillende knelpunten die je op werkplekken tegen kunt komen uitgebeeld. Op een artistieke manier. Werk, heb je nog nooit problemen of wel? Ja, pijn in je rug? Stress, pijn in je rug. We hebben gewerkt met schilders die niet goed werden van de oplosmiddelen. Dat soort dingen. Dus inspelen met je dans op wat er speelt. Noem jij eens een leuk voorbeeld. Voor dit congres hebben we dan geprobeerd te uiten de nieuwe introductie van de euro. Dus het komende jaar, het millennium, het jaar 2000... En daar dus proberen op in te spelen alle mogelijkheden. We proberen met de letters op onze t-shirts de SWOT-analyse uit te beelden. Dus de sterkte van de nieuwe mogelijkheden van de euro-introductie. En ook de bedreigingen zoals mensen dat kunnen voelen. Daar kan ik even niks bij voorstellen. Bedreiging van de euro is bijvoorbeeld, ja, we raken onze gulden kwijt. Ja, maar het is meer eigenlijk het uiten dat mensen bezorgd zijn om de introductie van de euro. Wat zijn mijn centjes volgend jaar nog waard? Hè? Ja, precies. En met een uitbeelding, een uitstraling, dus kan je een bepaalde bezorgdheid overbrengen. En dat proberen wij dus in een dans te vertalen. Hebben jullie allemaal een opleiding gehad op een dansacademie of zoiets? Niet een specifieke dansopleiding. Natuurlijk onze choreografen wel. Dat is een gediplomeerd dansdocent. Maar wij zelf zijn eigenlijk al jaren trainen we voor de dans op zich. De meeste dansen eigenlijk wel een jaar of 10, denk ik. Okay. Dus, we hebben een stukje gezien. Dankjewel. Esther, ja? Leg eens even uit. Dit heeft iets te maken met telecommunicatie, dat kan niet missen. Ja, waar we zijn net begonnen, telecommunicatie, netwerken, het is natuurlijk allemaal van deze tijd. Maar het gaat ook wel eens mis, zie ik. Ja, en het gevaar ervan is dat mensen elkaar niet meer spreken. Je hebt faxen, modems, internet. Dat mensen elkaar niet meer echt als persoon tot persoon persoonlijk contact houden. Net zag u de letters SWOT van de SWOT-analyse. Ja, je kunt het nou... En wat betekent dat? De SWOT-analyse van bedrijven, interne en externe analyse van hoe gaan we het nieuwe millennium in. De weakness, de threats, de strength, de ESTA, de open opportunities. En zo direct ziet u twee duetten. En dan proberen die twee mensen, als personificatie van die letter, uit te drukken wat die letters inhouden voor het bedrijf. En wat voor de mensen persoonlijk het kan inhouden. Dus jullie maken eigenlijk maatwerk in vormgeving, in dans, een showtje wat... Ja, ingaat op allerlei workshops ook van congressen die gegeven worden.
En ja, we kunnen in overleg kunnen wij heel veel concretiseren. Oké, okay, dankjewel. Ja, en entertainment hoort er ook bij. We gaan even praten met de mensen van Boom Chicago. Kan dat in het Nederlands? Nee, een beetje. Een beetje. We do it in English. Boom Chicago is a improvising comedy thing. And why Chicago? Why Chicago? That's where I know from. The blues comes from Chicago, but you happen to be from Chicago. No, so does improvisational theater. Also, it's home improv, in yes, yes. I know. I've been there in Chicago in one of the back streets. Yes, yes, yes. Is that a specific style that comes from Chicago? It is a specific style of theater that comes from Chicago. Different from a stand-up comedian who would have his material and tell it. We are interactive with the audience. So every night the show is different based on... You bullshit on the people there? We don't make fun of them. We don't give them a hard time. But we just ask them to help us with the show. So they yell out suggestions and we adapt to that. So you improvise, you make your text as you go? We make it up as we go. Some of our material is written, and we don't pretend to make it up as we go. But the other material, we go as we roll with the punches. So you roll with the punches. Most of your jokes are American. I mean, cigars and Clinton and that kind of stuff. No, less typical Amsterdam. We make fun of. We have a good sense of Amsterdam. Now we've been around for 5 years, so we have a good sense of Dutch culture. And every new show we write has more and more to do with Holland and less to do with America. Now, is this a company that stayed the same, or are you like rotating people that come in from the States? About half our cast has been here for about 5 years, and the other half, you know, sort of comes in as we go and whatnot. Our producer is writing a walking over right now. He's been here for 6 years. And, you know, as well as some of the other members. And it pays off? I mean, it makes a living for you guys? It's the most popular, longest-running show in Amsterdam. Okay, well, let's talk to the producer then. Okay. En de producer, dat is dus de man die eigenlijk de zaak regelt en het voor de financiën zorgt en zaakt dat het als zakelijk bedrijf blijft, is Andrew. Do you speak Dutch? Ja, ik woon hier sinds 5 jaar. Ik heb een beetje Nederlands geleerd. Okay. Maar ik ben niet grappig genoeg in het Nederlands, dus moet ik altijd een beetje Engels praten. En grapjes in het Engels. Begrijpen de Nederlands? Do the Dutch audience understands the English jokes, American jokes? I think so. We always like to think that nobody at Boom Chicago gets every joke. If you are a tourist, you don't understand about the local politics and the local current events. And if you're a Dutch person, you might not understand every slang American word. But we do try to speak clearly, and it's many small scenes. So if you don't understand something, there's another scene that's about ready to start. You work one venue, or you go to different venues? Well, our primary venue is the Leidseplein Theater, which we renovated and perform 6 nights a week. But we also do about 3 shows a week for congresses, for companies, for that sort of thing. That's why you're here at this Congress conference. And that's why we're here. One, to perform, and two, to get to know people in the industry. And we know a lot of them already because we do a lot of performances. Now, Boom Chicago, is Amsterdam booming too? Amsterdam, Boom Chicago only exists in Amsterdam. It's a Dutch company, and we were here as tourists 5 years ago. Fell in love with the city and decided to move here and thought there was maybe a bit of a gat in the markt. And now it's going great. Any problems with the police, the Vreemdelingen police? Actually, the ambtenaren have been fantastic. We expected the worst, but... So you're really like a cultural asset for the city, so they're a little bit more... They should be. If you ask me, but I'm not neutral anymore. Well, I think that's the rule, that if foreigners really have a contribution to make, there are exceptions or whatever, that's the idea that you could... We employ 60 people, work at Boom Chicago, and pay a lot of taxes. And we love Netherlands, and we also love the tax system. And but no, everyone's been really good. Yeah. When you say we pay taxes and whatever... It's sustainable. I mean, you make enough profit to keep the thing going. Oh yeah, we have a nice living. It's a nice performance. I mean, we're the busiest show in Amsterdam, and our show last year, Think Quick, was the biggest show of 1998. And people hire us for congresses and companies, and it's funny and it's fun, so we keep doing it. There's a big billboard out says Chicago. There's another show, Chicago, at the moment. Do people mix the two up? Not yet, but they haven't opened yet. But I know the other show, Chicago, is pretty good as well, too. But that's a musical. That's Joop van den Ende. That's a different feel than Boom Chicago, which is a bit more on the edge, I think. Okay. What audience do you get? I mean, is this the
the intelligentsia from Amsterdam or the tourists mostly? Or? We get a mix of three big groups. We get Dutch people from the Randstad, basically. We get the international business types that have got colleagues from England in for a conference or something like that, and they come. And then we also get the third group, our visitors, tourists to Amsterdam. But it's that mix that keeps things so exciting in the Zaal at Boom Chicago. Okay. We'll report a little bit more later about you. Thank you. Thank you. You are all honorary Americans. If you see a third world country you like, take it. It's yours. Now everyone, please enjoy, sit back, relax, a brief performance by Boom Chicago! Such as Bill or Monica. I was on this trip and I rented the canal bike because I thought it was a real bike and it could actually be a bike that you ride in the canals. I didn't know it was a paddle boat. Why didn't they call it a paddle boat? Please! Excited. I don't know. But we are going to make the most of this paddle boat ride, right? We're just going to pedal our way all the way back to the line of hey, you know what? To hell with this paddle boat. I'm getting out. Since we just got married. You know, when I pushed you in the pool, and then I asked you to marry me? Yes. Remember? Yes, I thought you were killing me then. No. Freeze, horny. Ooh, this water makes me real wet. Makes me real wet. Thank you for flying flight 411 to Amsterdam. We are approaching Schiphol International Airport. Due to the noise pollution problem there, we are not allowed to actually land. We will try to get you as close as possible. And for the love of God, no talking. What did he say? No talking? Shh. What? Hey, we're flying into Schiphol, pal. When's the last time you flew in there? Not for a couple of years. Oh my gosh! Captain, come quick! We've got a new guy! I'll take it from here, Terry. Now, I am the captain of this flight. Usually I speak to you over the PA system, but what I have to tell you is not very easy. Captain? I'm all right. I've just received word from the ground. Schiphol Airport has been completely taken over by the people of Hoofddorp. Oh. We cannot land the plane. Repeat, we cannot land the plane. If you want... Now, ladies and gentlemen, we came all the way from Chicago to sing you the blues tonight. We were going to sing you one of them blues songs about having trouble with your lady. But you know what we decided? We decided we were going to sing a blues song about you. We're going to blow through a song called the Amsterdam Convention Blues, and we're going to sing it for you right now. Yeah! Because we know how you feel. So ladies and gentlemen, I want to break it down right now. Right now. With the Amsterdam Convention Blues. Woo! Never hold a convention in Amsterdam if all your attendees have to take a tram. Doctors and lawyers, it don't matter how smart. They just can't figure out how to use a stripping car. It gives me the blue. Woo! It gives me the Amsterdam Convention blue. Sick. Now, it might be insane, but they'll all end up in Amsterdam. It gives me the blues. Ladies and gentlemen, Stoney Jr. Well, they had a plan, and they thought it would flow. Why not put the attendees on a canal boat? But the boats that they looked at didn't have glass or metal. They were a small plastic thing, and you had to pedal. I got the blues. Oh, no. I got the Amsterdam Convention Blues. Man, conference attendance is crashing, because everyone is out there splashing. I got the blues. Stoney Jackson. Oh, I was having a conference, was waiting for it to begin, and I went out to Schiphol where everyone would fly in. But the people of Hoofddorp, you know they have another plan. Bent u wel eens naar een groot congres geweest? Ik ben wel eens naar een groot congres geweest. Ja, u wel. Maar ja. U als kijker, dan weet je, dan krijg je altijd een prachtig tasje of een ding. En daar staat dan op het, weet ik veel, het congres voor, noem maar wat. Ik zag hier net een hele mooie... Oogarts. International Society of Hypertension. Nou, dat is... Hypertension deskundigen. Nou, ja. Die hebben een hoop gekregen, dat ziet u. Ja. Ze hebben een en tas gekregen. U bent het bedrijf wat dus die tassen
bedrukt maakt voor dat soort gelegenheden. Ja, voor dat soort gelegenheden. Dan geven we het vorm in samenwerking met degene die het organiseert. Praten we over wat mensen precies willen, voor welke doelgroep het bedoeld is, welke kleuren belangrijk zijn, wat de uitstraling van het product moet zijn. En dan kunnen we, en ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is, echt een hele lijn van producten. In dit geval praten we over een rugzak, een schrijfblok, een aantal pennen, een cadeautje in de vorm van een camera. Allemaal bedrukt in diezelfde lijn, zodat je een hele mooie samenstel van producten krijgt. 20 jaar geleden ging je naar een congres, kreeg je een plastic mappie en daar was dan misschien al een visitekaartje aan. Nu krijg je dus dit soort dingen. Is er een trend om het allemaal mooier te maken? Nee, die trend zie ik niet. Je ziet beide gebeuren. Je hebt wat wij noemen luxe congressen, waar er relatief veel geld beschikbaar is voor dit soort artikelen. Je hebt ook luxe congressen die bijvoorbeeld aan een tas maar heel weinig willen uitgeven. Omdat ze zeggen, ja, heel veel mensen hebben al een tas. En je moet in alle eerlijkheid zeggen dat wij, als we over congressen praten, leven in een maatschappij van heel veel. Mensen die naar een congres gaan, gaan vaak niet naar één congres, maar gaan we naar meerdere. Absoluut. Ik ben journalist en dan ga je naar een grote computershow, een computercongres. Dan kom je terug met een tas vol tassen. Ja, het een nog mooier dan een ander. Dat zou nou ook niet de bedoeling zijn. Als we dat nou kunnen voorkomen met elkaar. Ik wil dolgraag mooie dingen leveren. Maar ik heb ook veel respect voor mensen die zeggen, nou, het is wel genoeg, laten we het nou eens op een andere manier doen. Je kunt natuurlijk, er zijn vaak toch sponsorgelden beschikbaar. Je kunt ook proberen om sponsors op een hele andere manier onder de aandacht te brengen. Dat kan zijn door wat meer aandacht te besteden aan je badges. Daar kun je ook hele mooie dingen van maken. Of eens een keer gewoon wat anders weggeven. Je kunt ook een paraplu weggeven of een camera, zoals ik net noemde. En uw bedrijf heeft dus een hele catalogus van dit soort zaken om een congres een beetje op te tuigen. Ja, in onze catalogus proberen we een indruk te geven van de producten die we zouden kunnen maken. Het is altijd een kleine selectie uit het geheel van wat we kunnen. We hebben natuurlijk in onze afgelopen 10 jaar de nodige ervaring daarmee opgedaan. En dan laat je in 24 pagina's maar een klein gedeelte zien. Je ziet wat allemaal mogelijk is. Ja. Uw bedrijf heet Parten Presentatie. Dat is een volk volgens mij. Of, waar komt die naam vandaan? Het is een oud volk, dat klopt. Persie of zo? Ja. In die buurt hebben ze ooit geleefd. Een bloeddorstig volkje was dat. Daar is het niet op gebaseerd. Het is een verzonnen naam gebaseerd op de voornamen van de oprichters. Paul Halbertsma en Bart Heinrichs. En zo gaat dat dan. Naar het congres met een mooie tas, paraplu, Sustainable Development of the Delta's. Met leren en alles. Het kan heel mooi, het kan ook heel eenvoudig. Dank u wel. Heel graag gedaan, dank u wel. Ja, en op deze opening van het congressieseizoen komen we dan ook tegen Oibibio Amsterdam BV. Die doen ook mee op de markt voor de zakelijke congressen, voor mensen die een ruimte willen huren. U weet het, Oibibio zit tegenover het station. Dat wil zeggen, ze hebben tegenwoordig ook vestigingen in andere delen van het land. Of die allemaal open zijn, weten we niet. Maar dat is een beetje opvallend. Oibibio was een paar weken geleden ofwel bijna failliet, of ze konden de salarissen niet betalen. In ieder geval ging het niet goed. En dan staan ze hier. Nou, altijd een kritische noot in dit programma. Het viel ons op in de diverse interviews van meneer Heijn, dat hij altijd praat over 1 miljoen bezoekers bij Oibibio. Nou, misschien bent u wel eens door die voordeur gegaan. Of misschien zelfs door de achterdeur. En als u dan eens een beetje om u heen kijkt, dan denkt u toch, 1 miljoen bezoekers per jaar, dat zouden er dus zeg maar 2.500, 3.000 per dag moeten zijn. Dat is een hele hoop mensen. Als je dan een sauna hebt met 26 plekken, als je een restaurant hebt waar misschien een mannetje of 70, 80 kunnen zitten, dan denk je 2.500 man op een dag, dat is toch wel wat overdreven. En ik denk dat dat het verhaal is van Oibibio. Men heeft zich wat groter gemaakt dan ze eigenlijk zijn en het schip is al een tijdje aan het zinken. Maar dat had u gemerkt. We gaan weer verder op de dag voor de opening van het congresjaar. Promotie, mensen trekken, daar gaat het om. Op deze opening van het congresjaar ook de Amsterdam Cardinals. Wat zijn de Amsterdam Cardinals? Amsterdam Admirals. Admirals, wauw. De Amsterdam Admirals is de enige Nederlandse professionele American voetbalclub. Dus van de NFL-club. En jullie spelen in de Arena. In de Arena, ik heb het wel gezien, dat is een heel spektakel. Want dat is een beetje, American voetbal is veel meer dan Nederlands voetbal is. Met muziek en girls en dansen en dat soort dingen. Absoluut, er zit heel veel amusement. En hij hoort erbij. Dat is onze mascotte. Ja, zie je wel, maar nou zie ik het verschil tussen een kardinaal en een admiral ook. Deze man heeft een uniform en een admiral heeft een. Ja, volgens mij is er wel een Amerikaanse voetbalclub die Cardinals heet, maar so what.
Wat doe jij bij de Admirals? Ik ben cheerleader van een dat team. Dat zijn met die... Ja, je hebt zo'n pompoen daarbij. Ja. We hebben een team met 32 meisjes en tijdens de wedstrijden dan cheeren wij het publiek mee. Dus we trekken het publiek mee in de wedstrijd. En waarom staan jullie nu hier op deze beurs? Wij hebben dus ook zakelijke leuke gelegenheden voor zakenmensen om naartoe te komen. Je bedoelt dat als je als bedrijf een feest geeft, dan kun je de cheerleaders ook laten komen? Of je kunt met z'n allen naar een wedstrijd gaan van de Admirals? Bijvoorbeeld, ja. Dus jullie proberen ook zeg maar de congresmarkt een beetje te bereiken? Ja, alle markten. Ja, is de Amsterdam Admirals een commerciële club? Ja. Zoals Ajax dus? Absoluut, ja. Het is niet de mensen die bij jullie spelen, de spelers, waar komen die vandaan? We hebben 11 nationals. Dat zijn dus niet Amerikanen, 8 Nederlanders daarin. En andere, dat zijn het in totaal 42 mensen, andere zijn Amerikanen. En die komen voor een seizoen hier, terwijl ze daar niet spelen? Of zijn dat mensen die daar uitgerangeerd zijn? Laten we even... Het zijn echt Amsterdam Admirals spelers. En ze komen hier dus voor 3 maanden, is de NFL Europe League. En dat is de tijd dat ze daar niet spelen? Ja, van de admiraal zelf. Wordt bevestigd. Dus het is eigenlijk een vakantieklus voor die mensen die hier hun Amerikaanse... Oh, geen vakantieklus, serieus. Het is heel serieus, absoluut. En jullie spelen tegen clubs uit andere steden van Europa? Ja, er zijn 5 andere clubs. We hebben de 3 Duitse clubs, een Spaanse club en Schotland een club. En hoeveel mensen trekken jullie bij een wedstrijd? Zo'n 17.000, 20.000. Ja. En dat kan nog wel wat meer? Natuurlijk kan altijd meer. Nou, ja hoor. Doe je best. Even met de dinges. Ja. Leuk. Dankjewel. Ja, dank u wel. Nou, als je het heel mooi wilt doen met je congres, dan ga je dus naar een historisch gebouw. Eén daarvan is de Oude Kerk. Want daar kan je tegenwoordig ook een feest, je kunt er niet alleen kerkdienst organiseren, maar ik heb er laatst John Irving een lezing horen houden. Dat soort mensen. Ja, inderdaad. Er komen hele interessante mensen in de Oude Kerk. Het is een plek waar grote feesten georganiseerd kunnen worden, tot 1000 mensen zelfs. 3000 mensen voor een receptie kunnen we hebben. Het is 3000 vierkante meter namelijk. En dat zie je eigenlijk niet van de buitenkant. Van de buitenkant denk ik van, nou, leuk kerkje, weet je wel. Maar het is ook op de meest belangrijke plek bijna, zou ik zeggen, van Amsterdam. De plek waar Amsterdam is begonnen. Dus in 1260 ongeveer. De Westerkerk. Midden in de Rosse stadshart. In de Rosse buurt. En dat geeft gelijk al wat problemen aan. Als je daar nou voor 3000 mensen een congres organiseert, moeten ze dus wel allemaal op de fiets komen dan of zo? Nou, ze kunnen zelfs via rond. In een boot kunnen ze komen. En ze kunnen dat is een oplossing. Uit de boot kunnen ze zo hop die kerk in. Nee, de vervoer is geen probleem. We hebben een parkeergarage van Kastepolski in de buurt. We hebben tal van mogelijk. Nou, is het een heel oud gebouw? Ik neem aan dat als het zo, zoals nu midden in de winter, je moet dat moet verwarmd worden, dat een aardige prijsverhoging betekent als je de ruimte afhuurt. Dat kost een aardige duit. Veel aantal wat grotere bedrijven hebben dat er gewoon graag voor over. Het is natuurlijk wel handig om je feest in de Oude Kerk te plannen, zeg maar vanaf april tot september. Maar dan nog, ook al we hebben bijvoorbeeld vaak ook in de wintermaanden zijn er activiteiten en dan heeft het soms ook charme dat het gewoon niet altijd dat je je dikke jas... Je zit in een kerk, weet je wel. Dus een beetje lijden doet, ik bedoel, wat voor uitrekking heb je ervoor in ieder geval. Maar wat kost nou om een dag of een avond de Oude Kerk te huren? Nou, dat varieert. Ik bedoel, je kan die hele kerk huren en dan hebben we een prijs van ongeveer 3500 gulden per dagdeel. Dus zeg maar, als je een hele dag die kerk wilt, dat kost 10.000 gulden. Maar we hebben ook kleinere ruimtes. Je bent flexibel? Nou, we hebben net in september een 5-jarige restauratie achter de rug. En er zijn een paar hele mooie kleine ruimtes opgeleverd. En die hebben vloerverwarming. Dat zijn hele sfeervolle ruimtes met hele oude kasten en tafels. En dat ziet er heel leuk uit. Vind je dat je een pre is, zo'n oude kerk? Als je bijvoorbeeld een heel groot congres hebt. We hebben wel eens van die grote congres in de stad. Dat zo'n historische ruimte met zoveel mensen, dat is toch wel heel bijzonder, of niet? Ja, nou ja, tuurlijk. Ik zeg natuurlijk meteen ja, maar ik zeg tegen iedereen van kom ook gewoon kijken en overtuig jezelf van de sfeer en de atmosfeer die in die kerk hangt. Kijk, die hele kerk heeft gewoon de hele Amsterdamse geschiedenis meegemaakt vanaf het begin. En dat zit ergens gewoon nog in die kerk. Dus het is... Dat vind je zelf niet. Ik was een paar jaar geleden, was Pater van Kilsdonk, die was ook 50 jaar priester. Ja. Die hele kerk vol mensen, maar er was een heel spektakel omheen gebouwd. Maar ik vond die functie als kerk toch nog wel heel mooi. Ja, bovendien wordt het dan vanzelf warm, hè, als die hele kerk vol zit. Maar
Nou, het is ook uiteindelijk ook nog een kerk op zondag. En het heeft iets religieus wat dat betreft. Ja. Dus je hebt eigenlijk feest in een religieuze plek. En dat geeft een apart gevoel. Verheffend. Als je het zo ervaart, het kan. Ik vond het dat in ieder geval. En ik heb heel veel mensen natuurlijk daar gezien. Nou, we gaan nog even kijken naar ondertussen het dansgezelschap. Saya gaat weer wat doen. Dankjewel. Okay, graag gedaan. Kijk, nou een paar kleine leuke dingen. Club de Jazz op vrijdag 29 januari in... Klopt, in Christofori aan de Prinsengracht. En dat is geloof ik nummer 500. Nou, mensen kennen dat wel. 581 Jazz. Dan speel ik samen met drie broers van mij. En één zusje. Dus het is een hele familie. Een familie van vijf mensen. En hoe heet jullie? Van der Veen, maar ze noemen ons de Veen Brothers. De Veen Brothers. En iedere vrijdag is er bij Christofori Jazz. Nou, dus iedere laatste vrijdag van de maand. Ja. Dus de vorige, 29 januari en dan weer 26 februari en 26 maart. Prinsengracht 581. Als u van jazz houdt. En hoe laat begint het? Het begint om 7 uur en er kan zelfs bourgondisch bij gegeten worden. Maar dan moet je reserveren, want als je wil eten, dan moeten ze wel koken natuurlijk. Ja, dat klopt. Oké, okay. Nou. 020-626-8495, Christofori, iedere laatste vrijdag van de maand, jazz. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Graag gedaan. Ja, dat was het dan zo'n beetje, de opening van het congresjaar. Een beurs over congressen kwam het eigenlijk. Vanessa, we zijn weer terug bij Holland Experience, onze eigenlijke thuisbasis, waar we altijd vrijdagmiddag een programma maken over toerisme. Nou, vandaag dus even in de rij. Je hebt hier ook een hele dag gestaan. Wat vond je ervan? Groot succes. We hebben heel veel bezoekers gehad. En Holland Experience bestaat nog maar anderhalf jaar. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we steeds meer naamsbekendheid krijgen. En hier lopen heel veel potentiële klanten van ons rond. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die congressen organiseren, hoge ambtenaren die voor hun relaties weer dingen moeten regelen, mensen van buitenlandse VVV's, dat soort organisaties. Ja, en vooral met een congres, dat is vaak met heel veel mensen, dat past niet bij ons, maar dan een extra programma dat dan weer geregeld wordt, dat kan weer perfect bij ons. En voor buitenlanders blijft Holland Experience natuurlijk wel iets heel aantrekkelijks, omdat je in 30 minuten Nederland beleeft. Dus wat dat betreft, jullie proberen jullie handel ook te verkopen hier. We hebben hier ontzettend veel verschillende dingen gezien. Dansen, muziek, scheepskapiteins. Ze maken er wel een feest van hier in Amsterdam. Hè, voor de... Nou, wat heel belangrijk is dat je eten bij je stand hebt. Want dan komen er heel veel mensen langs. Ja. Hebben jullie eten bij de stand? Ja, want we hebben dus een nieuwe cateraar. BNE Catering. En die hebben... Hebben hier de stand. Ja. Zoals... Altijd in het land gaat de liefde door de maag. En wat dat betreft Holland Experience als laatste vandaag. Dankjewel. Alsjeblieft.